Hebben jullie hem gezien ook? Jongetje Jette. Ja, hij is helemaal goed, Jette. Maar ja, ik vraag me af, wat voor een eigen beeld hebben die politici? Weten die nog wel waar ze staan in de realiteit? Ik bedoel, oh, D66, die speelt zo'n rolletje in de achterhoede. En dan zegt zo Jette, die zegt gewoon met een heel strak en heel serieus gezicht. Ja, maar wij gaan niet in een coalitie met de PVV. En nou ja, ja. Dus ik heb gelijk weer even gebeld met Seist. Ja, ik zeg nou, ik stel me niet meer beschikbaar voor het Nederlands elftal. Die vonden ze ook leuk daar, die Seist. Ja, die zeiden, Harry, wat leuk. Maar ja, die Jette. Krijgen we wel mee te maken de komende tijd. Maar goed, die zijn daardoor al volkomen uitgeschakeld. Kijk, die ober die doet zijn werk wel. Die ober. Ja, want die heeft mij nog gebeld. Die zegt, hij gaat goed. De D66, hij zegt, die pak ik aan. Daar reken ik enorm mee af. VVD zegt, die reken ik ook wel een beetje mee af. CDA krijgt een hele zware rekening, zei hij. Nou goed, en zo, weet, dat gaat allemaal wel lukken, vrienden. En dat Pieter Omtzigt, hè, die, ja, dat hij niet naar de BBB gaat, daar ben ik wel blij mee eigenlijk. Ja, iedereen had zoiets van, ja, die Omtzigt die moet samen met de Caroline. Helemaal niet. Helemaal niet. BBB moet authentiek blijven. BBB is BBB. Dat is begonnen bij de boeren daar op het platteland. En toen een beetje de burgers erbij gehaald. Protestbeweging. En dat moet een beetje zo blijven. Daar moet je niks aan veranderen. En daar past een figuur als Omtzigt, die past daar helemaal niet in. Dus dat had een enorme fout geweest. Ik ben blij dat dat niet doorgaat. Heb je gezien nu weer? Ja, we hebben weer nieuwe peilingen. Ja, BBB, dik 1. BBB zit op de eerste plaats, 2 VVD, maar op de derde plek staan nog steeds op het podium dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Dat is gevaarlijk. En dan zeggen ze, ja, een kwart, moet je nagaan, een kwart van de kiezers. Ha, die zweven nog, noemen zij dat nou. Dat noem ik geen zwevende kiezers. Dat zijn doolhofkiezers. Die lopen in het doolhof rond. Het zijn helemaal de weg kwijt. En die weten helemaal niet welke kant ze op moeten. Helemaal richting kwijt. Ja, god. Ja, die doolhoffers. Ja, die zijn gevaarlijk, vrienden. Want ja, een kwart. Die kunnen zomaar ineens van de wereld stuipt in zo'n stemhokje. Kunnen die zomaar een aanval van links krijgen. En hup. En dan ben je gezien. En dan zijn zij, die knulletje Klaver en die Atje Dubbeltee, die zitten dan ineens op het paard. Er komen gevaarlijke tijden aan, vrienden. Ja, ik denk dat ik die ober, ja, die ober, dat geloof ik nou wel met het afrekenen, die ga ik naar de doolhof sturen. Ja, die moet die mensen eventjes de goede uitgang even aanwijzen. Want anders, vrienden, anders gebeuren er ongelukken.